Oostenrijk. En ik ben hier in deze workshop om wat te vertellen over mijn muziek. En wat ik eigenlijk doe is, ik maak een soort fusie, een soort mengsel van Arabische en Westerse muziek. En nou ja, ik zit hier in mijn eentje, dus ik kan natuurlijk alleen het gitaargedeelte daarvan laten horen. Maar op de cd, Open Up Your Eyes, is het gemengd met de Afrikaanse trommeltjes en zeg maar Noord-Afrikaanse cultuur. In deze workshop ga ik wat vertellen over het eerste liedje van die cd. En dat heet L'Histoire. En ik ga het zeg maar eerst gewoon snel spelen. En later ook langzaam, zodat je precies kunt zien hoe het in elkaar zit. En al die stukjes die ik speel, die kan je dan ook via tablatuur, kun je het dan weer nalezen. Ja? Oké. Okay. Nou, voordat we met het eigenlijke liedje beginnen, dus met de solo en de improvisatie, is het misschien wel handig om even iets te vertellen over het ritme van het liedje. Dat is eigenlijk de basis. En het basis is een shabby ritme. Een shabby is zeg maar Marokkaans. En wat zij shabby noemen, dat is in onze muziek vaak 12 achtsten. Dus de basis is dan zeg maar een vierkwartsmaat. Dus krijg je bijvoorbeeld zo. 1, 2, 3, 4. En die wordt telkens weer in drieën verdeeld. Dan krijg je 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Dat is dan, dus dan kun je bijvoorbeeld. En ik spreek telkens op 3 tellen of ik tel in kwartmaken. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En dit is, en dan kun je ook nog variëren, bijvoorbeeld. En dat is dan de basis van het liedje. Dus als je zeg maar met dit soort dingen bezig gaat, met die shabby, dan is het belangrijk dat je ritmisch, dat je je daar thuis in voelt, hè, dat ritme. Dus het schemaatje is bijvoorbeeld A mineur, G, F, G. Nou, dan kun je bijvoorbeeld improviseren, doe je bijvoorbeeld in triolen feel, die is dan heel belangrijk. 1, 2, 3, 4. Oké, gaan we nou verder met het liedje L'Histoire. Thank you.
tweede keer daarna. Ik hoop dat jullie een leuke workshop hebben gevonden en misschien komen we weer wat tegen.